Wat vind je ervan? Welkom bij een nieuwe aflevering van Bakker. Vandaag ben ik in mijn eentje. Vandaag zijn Jochem en Hendrik, het is zondag, die zijn lekker vrij. Ik was een beetje aan het ouwehoeren met de camera. Hij hangt nu aan het raam, super onhandig. Ik wil eigenlijk helemaal niet doen, want ik moet de hele tijd die kant op kijken. Mocht je jou vragen, junior, wat voor auto rij jij nou in? Ford Focus. Lang verhaal, korte versie van het verhaal is, mijn ouders hebben een mooie aanhanger, ik moest verhuizen, niemand had een trekhaak en deze auto, die kon ik voor €300 kopen met trekhaak. Ik koop dan de meeste trekhaken en als ik hem niet meer nodig heb, gaat hij weg. Maar waarom ik erheen ga is, en waarom ik ook deze auto mee heb, ik laat deze auto erachter en ik neem de Renault 5 GT Turbo mee. Wat we graag willen doen is de Renault 5 GT Turbo in drag race zetten met de Renault Clio RS. Eigenlijk is de Clio RS de kleinzoon van de Renault 5 GT Turbo. De GT Turbo is ook een coupe uitvoering, oftewel een cup uitvoering. Die willen we in een drag race zetten naast mijn Renault Clio, wat ook een originele cup uitvoering is. Maar fabrieksorigineel. Dus dat is een EDC, dat is een halfautomaat met flippers aan het stuur. Dat allemaal bij elkaar. Op papier zou die Renault 5 GT Turbo de vloer moeten aanvegen met de Clio. Maar dat willen we graag in het echt zien. GT Turbo 1987, typische Veldse auto, de helft van de meters doet het niet, de oliedrukmeter doet het niet, de turbodrukmeter doet het niet, de kilometer tellen doet het niet, de watertemperatuur doet het niet. Zoals de vorige eigenaar zei, als je geen olie lekt, is de olie op. Met zo'n hybride turbo. Echt een van de meest waanzinnige auto's met woes woes noises. Komt ie. Woes woes. Hij draait nu op 0,6, 0,7 bar. Ik heb hier een manuele boost controller. En dan gaat hij ongeveer naar 1,5 bar atmosfeer. Hij is waanzinnig laag. Duur geworden. Een goed exemplaar, en eerlijk is eerlijk, dat is deze misschien niet helemaal. Oh, ik blijf de snelweg op. Eén momentje. Ze skyrocketen echt in market value. En dat vind ik zo zonde, want dit is echt het speelgoed wat iedereen zou moeten kunnen permitteren. Dit is wat je wil. Dit is niet een hypermoderne auto waarin je wel weet dat je heel snel gaat, maar het voelt zo vet. Met deze auto, als je van 0 naar 30 gaat, heb je zelfs het gevoel van iedereen die met me meerijdt en die ernaast zit, die wordt spontaan bleek. Wat vind je van papa's auto? Hard! Ja? Ja. Gaat hij te snel? Ja. Ja? Zei je dan net dat je de buikpijn van kreeg? Ja. Sorry. Ik heb ook een motorrijbewijs, ik rijd motor en het is een beetje vergelijkbaar met een motor. Je hebt niet de windgeruis en je voelt je niet zo kwetsbaar als op de motor, maar ergens bij hogere snelheden, wat die makkelijk kan halen, heb je snel het gevoel van
als er nu iets gebeurt, dan ben ik gewoon aan de beurt. Want er zit zo verdomd weinig carrosserie om je heen. Hier zit dan een rolkooi in. En nou ja, dat zal ongetwijfeld helpen bij een eventueel ongeluk. Maar anders dan dat, als je de deur dichtgooit, dan ben je bang dat het raam eruit valt. Weet je. Het is een waanzinnige auto, maar hier voelt je zo kwetsbaar. Nou, ik denk dat dit bij far het dichtste bij is dat mijn camera ooit bij mijn hoofd heeft hangen. Welkom in de 5G Turbo. Hoppa! Dit wordt gewoon nooit vervelend. Dat is wel het nadeel een beetje van deze auto. Je bent wel helemaal in de tijd nu je er voor 100 moet rijden. Maar die tijd voor 100 rijden is en vooral een tijdje poort hoor. Elke keer met je rijbewijs. Ik denk dat deze shot, ik denk dat jullie iets beter kunnen zien met de gordels. We hebben de sabeltgordels en daar ben ik zo blij mee. Die hebben dus, dit zijn authentieke sabeltgordels uit de jaren 90 zou ik zeggen. Tenminste, ik heb de beelden bekeken van de Benelux Cup. Daar heb ik wat screenshots uit de tijd genomen. Dat ze aan het racen waren met deze dingen. En daar kwam ik deze gordels op tegen. En dit is een driepuntsgordel. Dus aan de achterkant van de stoel komen ze bij elkaar en gaan ze naar één toe. En dan zitten ze vervolgens aan een veerpootbrug. Aan de achterkant zitten ze vast. Dat is volgens mij, voor zover ik de beelden kon zien, was dat wat het is. Maar wat we eigenlijk willen doen met deze auto is hem weer helemaal terugbouwen naar die Benelux Cup specs. Zoals ik zo straks zei, met de file uitlaat en met de stoelen en de gordels. En we willen hier onderin willen we eigenlijk hetzelfde tapijt hebben. Het blauwe wat op deze gordel zit, dat willen we als tapijt hebben en dat willen we dan tot achterdoor trekken. Dat is niet zoals een racer betaalt, maar dat maakt die auto wel een beetje af. Weet je, dan is het niet een kale racer, dan heb je ook niet die weer klinken. Dat weer klinken in de auto, zoals ik dat ik bijvoorbeeld met mijn circuitauto heb, die is helemaal kaal en dan heb je zoveel herrie aan je hoofd. Dat is echt niet leuk om in te rijden. En dit is toch echt wel een auto die deze moet gewoon nog gereden worden. Dit is zonde om deze weg te zetten. Er is dus gewoon in Nederland is dus gewoon een Renault 5G Turbo Club. Dat is interessant, want je ziet die auto's nooit meer op de weg. Dus ik dacht dat ze misschien dan in handen waren van allemaal collectors die uiteindelijk er misschien geld aan willen verdienen en er nooit meer rijden. Maar de grap is dat die club vol zit met mensen die gewoon heel vaak in die auto's rijden. Natuurlijk is het niet hun eerste auto en natuurlijk is het niet hun daily. Maar ze rijden oprecht vaak in die auto's. Dat vind ik dan altijd wel bijzonder bij auto's zoals dit, van het bijzondere spul wat je nooit op de openbare weg ziet. Als je één keer in zo'n wereldje belandt, dan blijken er toch nog veel meer vakidioten te zijn zoals jij. En daar word ik oprecht wel gelukkig van. Oké, nou nog één keer woes woes chance. Ik kan nou even zo goed als stilstaan. Komt die dan? Tot de volgende keer bij Beuk Club. Yes.